Goedemiddag en welkom bij Privé TV. De stilte rond Tom Cruise is nu echt voorbij. Niet alleen komt binnenkort zo zoveel als de film uit, Mission Impossible 5, maar er is ook nieuws van het amoureuze vlak. Vanessa Bontje is bij mij in de studio. Vanessa, goedemiddag. Dag Maarten. Ben je fan van Tom Cruise? Nou, ik moet zeggen, ik kom uit de tijd van Cocktail. Hè? Jaren 80. Lang geleden. Lang geleden. Ja. En ik was niet direct van hem in vervoering. En eigenlijk na alle jaren daarna over Scientology en dat soort dingen, het is niet beter geworden. Zou ik maar zeggen. Maar dat terzijde. Ja, want er is nieuws. Ja, van het amoureuze vlak. Ja, Amerikaanse sites staan er bol van. Tom Cruise zou trouwplannen hebben met zijn 22-jarige assistente Emily Thomas. Nee, maar. Die hij vorig jaar heeft leren kennen. Ja. Hoe dan? Waar kent hij ervan? Van de opnames van Mission Impossible 5. In Marokko was het. En daar moet de vonk zijn overgeslagen. Nou, het lijkt wel zo serieus te zijn dat bronnen beweren dat hij haar ten huwelijk zou willen vragen. Het wordt ook wel meteen weer ontkracht. Hè? Van nee, het is niet zo. En dat soort dingen. Ik denk echt alleen maar één ding. Meisje, denk goed na. Ja, ook al. Alleen al vanwege het leeftijdsverschil, toch? Want er zit dan heel veel tussen. Hoe oud is hij? Zij is 22 en hij is 53. Dus ja, er zit wel een aardig verschilletje tussen. Maar goed, hè, als de liefde goed is, dan kan zelfs 31 jaar worden overbrugd. Maar goed, ik denk dan wel, is het ook te overbruggen dat hij bij Scientology zit. Ja. Want hij zit nogal hoog in de geledingen, om het zo maar te zeggen. Hij is natuurlijk echt de woordvoerder binnen Hollywood van de Scientology-beweging. Wat betekent dat dan, als je zijn vrouw wordt? Nou ja, dat je echt compleet mee moet lopen in een protocol. Je hele leven wordt gewoon meteen geregeerd door anderen, om het zo maar te zeggen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom bijvoorbeeld Nicole Kidman dat huwelijk strandde vanwege Scientology. Ja. En zij wilde ook helemaal niet dat hun twee geadopteerde kinderen daarin meegevoerd zou worden. Dat is overigens helaas mislukt, want Scientology heeft na de scheiding toch de kinderen wel tegen haar opgezet. Ze ziet ze bijna niet meer. Maar ook Penelope Cruz, met wie Tom na haar een relatie kreeg, die bedankte voor de eer. Ja. Die heeft ooit gezegd van ja, ik ben niet alleen met Tom, ik kreeg meteen de kerk er ook bij en daar heb ik helemaal geen zin in. Scientology is gewoon een hele zware regels. Je mag eigenlijk weinig en je moet van alles. Dan moet je wel tegen kunnen. Meisje, waar begin je aan? Zeg ja, absoluut. Ja. En dan denk ik ook, het leeftijdsverschil, ja, is het echt de liefde? Wie zal het zeggen? Of is het lekker makkelijk? Meisje van 22, hè, misschien een beetje bleus. Lijkt overigens wel, vind ik, een beetje op Katie Holmes, om het zo maar te zeggen. Zijn laatste vrouw natuurlijk. Ja, ze komt, nou ja, ik ken haar natuurlijk niet. Komt niet echt over als een daadkrachtige dame. En dan denk ik, ja, dat is misschien wel lekker makkelijk om dan een beetje zo'n pushover als lady naast je te hebben, denk ik dan. Ja, je loopt alweer op de zaken vooruit. Maar goed, even, want ik hoor nu allemaal wel weer vrouwennamen. Hij is, die Emily Watson, die kan zijn vierde vrouw worden, toch? Emily Thomas heet ze. Ja, dat bedoel ik. Nee, hij was eerst getrouwd met Mimi Rogers. Ages ago. Jaren 80 weer. Ja, precies. En daarna kwam Nicole Kidman. Nou, dat is ook vanwege Scientology gestrand. En toen kwam Katie Holmes. Nou, we weten ook allemaal hoe dat is gegaan. Die kon er ook gewoon simpelweg niet meer tegen. Ze voelde zich uiteindelijk zelfs zwaar bedreigd door de kerk. Ja. En gelukkig voor haar, haar vader is een gerenommeerd advocaat. Een echte man die van wanten weet. Die heeft op de achtergrond echt alles in goede banen weten te leiden. Vandaar dat ze nu ook een beetje in de anonimiteit is beland. En ze zal ook ongetwijfeld wel iets hebben moeten tekenen waarin staat dat ze haar mond moet houden over haar voorbije huwelijk met Tom Cruise. En ja, misschien wordt Emily dan vrouwtje nummer 4. Ja. Eigenlijk hoop ik het niet voor haar. Nee, jouw advies aan haar? Ik denk echt, dit heeft toch geen kans. Wie kan daar nou tegen? Of misschien zit ze wel al langer bij Scientology, weten we dat niet. Ja, of zou ze zijn geronseld, zoals eerder. Ja, die Homeland-actrice, even kijken, Nazanin Bonyadi beweerde. Die is een paar jaar geleden benaderd door iemand van Scientology. Zo van, hey, moet je niet even leuk op bezoek bij Tom Cruise, leuk. Maar dat bleek wel echt een soort, ja, een beetje vooropgezet plannetje om te kijken of mevrouw geschikt was ook voor Scientology. Juist. En toen dacht ze wegwezen hier. Nou, ik ruik alweer een vervolg ook. Als Emily verstandig is, denkt ze dat misschien ook. Vanessa Bontje, dankjewel. Dit was hem alweer, Privé TV. Meer nieuwtjes en video's natuurlijk op onze site. Graag tot morgen. Dag.